Nou, dan gaan we beginnen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen iedereen die kijkt naar dit webinar van Silverline en Studio Mango. Mijn naam is Richard Neven. Ik ben de moderator vandaag. En we gaan het vandaag hebben: hoe versla je de concurrentie met jouw Internet of Things product, productontwikkeling A tot en met Z? Internet of Things gaat alles heel veel aan elkaar koppelen. De koelkast praat met de bestelservice van Albert Heijn. De watermeter geeft zelf de waterstand door. Je auto vertelt als je onderweg bent naar huis dat er verwarming aan moet. En nou ja, als je thuis bent, doe je de gordijnen dicht met een app. Al deze technologie biedt heel veel kansen, maar ook heel veel bedreigingen, of althans uitdagingen. We gaan uitleggen vandaag, twee sprekers doen dat, hoe je succesvol kon zijn bij het ontwikkelen van software en producten in dit domein. Hoe je dat snel kunt doen, hoe je dat slim kunt doen. Data is daarbij heel belangrijk. Eigenlijk is data het afgeleide van je succes. Belangrijk is bij het ontwikkelen van Internet of Things producten en software, hoe blijf je de concurrentie voor? Dit webinar zal ongeveer een uur duren. We hebben twee inleidingen. En daarna is er alle gelegenheid om vragen te stellen aan beide sprekers. Ik zal dat modereren en ik zal ook sommige vragen samenbundelen om tot een mooie antwoord te komen. Alle vragen worden sowieso beantwoord na afloop schriftelijk. U kunt uw vragen stellen in de chat, in de Q&A van dit Zoom-webinar. De eerste spreker is Michael Franke, founder van Silverline, een softwareontwikkelingsbedrijf. Dat zeggen ze van zichzelf, zijn er voor de doeners, de denkers en de creators. En Silverline heeft als doel om organisaties verder te brengen en eindgebruikers blij te maken. Silverline is onder andere bekend van de boekhoudoplossing Yort. De tweede spreker is Paul Hendricks. Hij is CEO van Studio Mango, een full-service ontwerp- en productontwikkelingsbureau. Zij assisteren bij het ontwerpen, engineeren, ontwikkelen, prototypen van producten. Paul neemt de mensen mee in zijn presentatie van begin tot het eind als het gaat om het ontwikkelen van een IoT-device. En heeft daarbij focus op hoe kan de business groeien. Dus nogmaals, na de inleiding is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen, om met elkaar in discussie te gaan. Stel uw vragen dus vooral. En dan zorg ik dat die netjes bij de sprekers terechtkomen. We beginnen met Michael en ik wil graag het woord aan hem nu geven. Michael, ga je gang. Dankjewel, Richard. Mijn naam is Michael Franken. Ik ben oprichter, zoals Richard al zei, van Silverline. Wij bestaan al een tijdje, sinds 2011 in Amsterdam. En wat we doen is Scrum training en coaching. Hebben we hebben veel gedaan uit de praktijk, want we zijn software developers en product developers. We doen ja, van alles, zoals je kunt zien. We hebben in de tijd dat we bestaan ook eigen producten ontwikkeld. We zijn future makers, dus we hebben altijd alle vrijdagen gereserveerd om innovatie te doen. En er zijn een aantal succesvolle eigen producten aan het ontstaan. Yort is de eerste, uit frustratie met onze boekhoudprogramma's geboren. Dit moet er anders kunnen, dus dan deden we dat ook gewoon. Is uit de hand gelopen en nu hebben we Yort. Zeer succesvol, staat op eigen benen al lang. En de andere is Tinka. Tinka is ja, toch geboren uit ja, technologische interesse. Het is leuk om iets op afstand te kunnen bedienen. En waarom is je auto zo slim, je huis zo dom? Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. En dat heeft tot Tinka geleid. En Tinka heeft ons veel geleerd over IoT en die ervaringen wil ik delen. Ik kan er heel lang over praten. Dus mijn uitdaging is om kort te zijn, zodat Paul en jullie allemaal nog aan de beurt komen. Maar daar ga ik voor zorgen. Dit is Jort en dit is Tinka. Nu heb je het gezien. Tinka.eu. Het doet zeg maar slimme dingen in je huis als je huis al voorzien is van KNX. Nou, dat moet je maar eens nalezen. Maar KNX is een soort bedraad domotica-netwerk. Het is niet slim aan zich. Dat hebben wij gedaan. En die ervaringen die delen we. We gaan het hebben over Internet of Things natuurlijk. Nou, dat is heel simpel. Toch maar even voor iedereen die dat voor het eerst ziet. Het zijn natuurlijk dingen die via internet met elkaar praten. De naam zegt het al, best een goede naam. En het gebeurt natuurlijk heel vaak dat het wordt gebruikt om dingen te meten. In de
medische wereld, je gezondheid, in de industrie misschien besturen van processen. In de agrarische wereld wordt zeker in Nederland heel veel innovatie gedaan. Van alles gemeten aan je land, aan je dieren enzovoort. En home automation, de Tinker zie je voor het eerst. Dat is natuurlijk ook echt groot. Coolblue zegt, daar zijn we nu mee in contact om te kijken om de Tinker daar in de winkel te krijgen. Die groeien met 50% per kwartaal in home automation. Dat is natuurlijk gigantisch. Dit zijn de vragen die we gaan beantwoorden. Ik ga ze niet voorlezen, maar dan staan ze toch even voor de volledigheid in het scherm. En de eerste is natuurlijk, hoe zorg je voor een ultieme ervaring en ga je snel naar de markt? Het grote gevaar is natuurlijk dat je er heel lang over doet, dat je van alles tegenkomt en dat je helemaal niet snel naar de markt gaat. En de eerste vraag die je zelf altijd moet stellen is, wat kan weg? De kunst van het weglaten zorgt voor een ultieme ervaring. Niet alle knoppen proberen te verzinnen, niet alle toeters en bellen daaraan hangen. A, het kost heel veel tijd en geld, dus je gaat helemaal niet snel in de markt. En B, je krijgt geen ultieme ervaring, je krijgt een soort van blokkendoos waar alles kan, maar niemand snapt het. Wat kan weg betekent ook misschien niet de hele wereld gelijk proberen te bedienen. Misschien kun je lokaal live, misschien kun je met een kleine subset van je potentiële klanten, misschien met veeteeltboeren in Noord-Groningen, ik weet het niet, maar wat wij hebben gedaan is in ieder geval heel veel weggehaald. Je moet niet te veel weghalen. Wat heel erg belangrijk is, zeker in de eerste release, maar in alle releases, is dat je zorgt voor een exciter. Iets waar mensen van op de tafel springen. En dat kan zijn dat je voor het eerst inzicht geeft in data die niet beschikbaar was. Het kan ook zijn dat je iets doet wat niet kon. Het kan ook zijn dat mensen erover praten omdat het fantastisch is. De exciter van de iPhone was natuurlijk dat je echt voor het eerst fatsoenlijk het internet op kon. Er zit een browser op die het echt deed. En dit is heel erg belangrijk voor je eerste kennis met de markt. Een klein inzicht te geven wat weg kan. Wat we bij Tinker hebben gedaan, we hebben zoveel weggelaten dat dit ongeveer overbleef. Het was niet zo lelijk als dit, maar het scheelt niet veel. Wat we hebben gedaan is een product maken wat eigenlijk alleen maar met je stem lampen aan kan zetten. En daar hadden we deze drie componenten voor nodig. Voeding, een kastje met een Raspberry Pi erin en een netwerkkabel. Het is niet echt indrukwekkend, maar dat zegt Eric Ries ook van Lean Startup. Je moet je eigenlijk schamen voor je eerste product. Dat doe ik eigenlijk wel een beetje nog steeds, maar dat is eigenlijk wel een goed teken, want anders heb je gewoon te lang gewacht. We hadden nog wel een mooie doos, dus we hadden wel... we gaven wel aan dat we er wel echt omgeven, dat we de liefde hebben voor het product, dat we er ook echt heel veel energie in steken. En we hadden een handgeschreven kaartje ingestopt van de 06-nummers van de oprichters. En de exciter was natuurlijk, hey Siri, turn on the lights. Ik wil niet zeggen dat de fora in Duitsland ontplofte, maar... En dit was 2016, dus we waren echt de eerste wereldwijd. En dit heeft heel veel voor ons gedaan. En we wisten natuurlijk ook wel dat er meer was. Dat mensen allerlei vragen gingen stellen over, ja, maar mijn verwarming, ja, mijn thermostaat. Heb je ook een app? En dat zijn allemaal hele dure beslissingen. Iedereen wil een app, maar je hebt helemaal geen app nodig. Niet de eerste release. Je moet iets doen waar mensen wat mee kunnen en blij worden, over gaan praten. En het kan zijn dat je gewoon een Excel-spreadsheet levert aan alle boeren in Noord-Holland om te zien wat de gemiddelde, weet ik veel, temperatuur van het bloed doet met de eetlust. Dat zijn hele, hele belangrijke dingen. Wat is verder nog belangrijk? Je moet natuurlijk zorgen dat je in kleine oplages kunt produceren. Als je al 10.000 stuks moet gaan bestellen in China en mallen maken en bij Paul plastic bestellen. Ja, dat is wel heel veel geld en investering en dat maakt je langzamer. Dus... Het klinkt een beetje paradoxaal, maar in eerste instantie zijn de kosten niet direct leidend. Dat komt later wel. Je moet eerst ruimte hebben om te kunnen innoveren.
Dus wat wij aanraden is, gebruik gewoon wat er al is. Hè. Zorg ervoor dat je bijvoorbeeld standaard componenten gebruikt. Een Arduino, als je er wat zegt, dat is een goedkope hardware. Of een ESP8266, kan je later opzoeken. Dat is een wifi-chip van een paar euro. En die doet het gewoon. En daar zit Linux op, of iets wat heel standaard is. Je hoeft weinig software te schrijven. Je kunt in allerlei shops standaard behuizingen kopen. En je kunt aan de slag. Is iets duurder, zitten te veel componenten op. De behuizing is duurder dan als je het zelf maakt. Maar niet als je een paar honderd stuks maakt. Verder is het natuurlijk belangrijk, misschien wat allerbelangrijkste. Je bent onzeker als je hier aan begint. Je denkt dat het een goed idee is, maar ja, gaat de markt wel mee? Onze filosofie is het beter om later om vergiffenis te vragen dan vooraf om permissie. Dus we doen gewoon. De Tinka is in een paar weken live gegaan. Er zaten allemaal dingen in die eigenlijk helemaal niet, mochten we het niet zeggen, maar niet helemaal klaar waren. In ieder geval voor de markt. We hadden geen certificering aan Apple gevraagd. Dat is wel een beetje stout, maar dat helpt wel. Die belden dan ook later natuurlijk op van, what the fuck are you doing? Maar goed, toen wisten we al dat er interesse in de markt was. En het is ook belangrijk om die markt op te zoeken, want je wil van die klant leren. Een ultieme ervaring krijgen alleen maar als je spart met je klanten. En je klanten zijn loyaal. Zeker als je ze meelaat denken en er ook iets teruggeeft. Meedenken is leuk, maar als je niet binnen een paar dagen, weken feedback geeft, en feedback in product increments, dan helpt het natuurlijk ook niet heel erg veel. Heel belangrijk om snel naar de markt te gaan en alles wat terugkomt direct te gebruiken. We hebben ook in die tijd gezien dat het belangrijk is dat het, wat je doet werkt. Dus we hebben geen prototypes, ook al zag het er niet fantastisch uit. We hadden de Tinka en alles wat we doen eigenlijk helemaal stuk getest. We gewoon wisten dat het zou werken. Daarbij komt ook een ander belangrijk punt en dat is beveiliging. Er waren al een aantal vragen over beveiliging. Je kunt ervan uitgaan dat mensen gaan proberen je te hacken. Denk niet, overkomt ons niet. Alle kabels was gisteren aan de beurt. Morgen ben jij aan de beurt. Overmorgen is Tink aan de beurt. Dus van tevoren, vanaf het begin af aan, zorg er gewoon voor dat je je security op orde hebt. En dan nog is het een uitdaging. Maar er zijn allerlei oplossingen, die standaard oplossingen over encryptie. En je kunt een firewall, wat je op een grote server hebt, kan je ook op een klein IoT-apparaat zetten. Zorg ervoor dat niemand kan inloggen met username en wachtwoord. Zorg ervoor dat niemand gaatjes kan prikken in die firewall. Maar zorg ervoor dat er wel een veilige toegang is. Want je wil je privacy en intellectueel eigendom beschermen. Hè? Ook je code kan gejat worden en dat is natuurlijk heel vervelend. De eerste wat je moet doen is niks opslaan tenzij je daar een reden voor hebt. Er heeft helemaal geen enkele toegevoegde waarde om NAW-gegevens of creditcard of verzamelde data op te slaan als je er toch niks mee doet. Als je het wel moet doen, zorg ervoor dat je dan het weggooit wanneer je het niet meer nodig hebt. Er zijn technieken voor, weggooien is natuurlijk sowieso makkelijk, maar er zijn ook technieken voor, die heet dan downsampling, waarmee je hele grote datasets kunt verkleinen tot kleinere, met behoud van statistische waarden. En je kunt anonimiseren. Je hoeft niet per se te weten dat het een bepaalde locatie is. Je kan er ook een ID aan geven en op een andere manier koppelen. Allerbelangrijkste, laatste, update, 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 update. Je moet constant updaten. Er komen altijd weer nieuwe versies van firmware uit, van je operating system, van alles. Maar je wilt het toch al vaak updaten, omdat je de klant natuurlijk ook blij wil maken met nieuwe features. En dit is essentieel om voor elkaar te hebben. Dat je bij je apparaat kan, hij hangt toch aan het internet, op een veilige manier, en dat je hem kan updaten.
Ander onderwerp of ander punt was natuurlijk, wat wordt er nou onderschat in de ontwikkeling van IoT? Nou, het allereerste, denk ik, is wat mensen onderschatten, is dat iedere feature veel tijd kost. En zeker als je met, in de IoT met engineers werkt, en dat zal je wel moeten, en misschien ook wel willen. Dat zijn natuurlijk altijd mensen die van allerlei ideeën hebben. En dit kan nog, en dat kan nog, en dit kan nog. En het is niet alleen het bouwen. Het bouwen is misschien 2 weken, misschien 3 dagen. Maar onderhoud, uitrollen, beheer, security, documentatie, knoppen in de interface, vragen van klanten die dan bellen van wat doet het eigenlijk, snap het niet, kost ontzettend veel tijd. Dus onderhandel altijd met je team. Blijf onderhandelen. Wat kost het en wat levert het me op? En probeer dat te minimaliseren. Het is weer nogmaals de kunst van het weglaten. Wat je ook zult zien, dus dit is maar, bouw is maar begin, dat je nee durft te zeggen tegen je klanten. Op het moment dat je een paar 100 klanten hebt, zul je zien dat ze allemaal andere eisen hebben die wel op elkaar lijken. Maar het is belangrijk om de kleinstgemene veelvoud te vinden. En nee te zeggen tegen mensen. Ja, maar ik heb nog een uit 1985 en die moet het ook doen. Nee zeggen is heel belangrijk om duidelijk te maken dat je eigenlijk maar 1 versie ontwikkelt. 2 misschien, 3, maar niet veel meer dan dat. Wat verder wordt onderschat is klantcontact, verkoop, distributie, betalingen. Ik ga er niet heel lang bij stilstaan, maar dat kost ontzettend veel tijd. En wat nog meer tijd kost misschien is marketing. En ook dat zal tijd vergen van jou als opdrachtgever, product owner, als ondernemer. Maar ook ontzettend veel van je team. Je wil niet dat je team aan de klant aan de telefoon hangt met de klant. Die moeten bouwen. Dus het is belangrijk om al deze dingen als klantcontact en verkoop ook te automatiseren. Als dat gedaan is, is het natuurlijk belangrijk dat je dan door kan pakken. Hè? Want je wil op een gegeven moment volume gaan maken. Een volume moet, want je product staat altijd onder druk. De prijs staat onder druk, er komen concurrenten, of er zijn al concurrenten. Er komt snellere hardware, dus iedereen zal meer vragen. Maar de prijs die kan moeilijk omhoog. Je kunt niet zeggen, we hebben nu iets toegevoegd, we gaan meer geld vragen. Dat is altijd lastig, dus het gaat echt om volume. En om volume te kunnen maken, zal je een aantal dingen kunnen doen. Wat wij vooral hebben gezien, is dat de parallele ontwikkeling ontzettend helpt. Wij zijn altijd bezig met de behuizing, de CPU sneller, de hardware anders, componenten weglaten. We hebben pas de real-time klok verwijderd, hadden we niet nodig, haal het internet, tijd van het internet. We zijn met allerlei features bezig en die zijn ook parallel en die testen we allemaal op het beta-kanaal. We hebben meerdere kanalen, maar we gaan steeds meer bij het opschalen features in beta houden om te kijken of überhaupt het werkt en hoe het werkt voordat we ze helemaal volledig uitrollen. Dat scheelt ontzettend veel tijd en geld. Je zult ook moeten kijken naar custom producten. Dus als je grotere oplagen zijn, zeker boven de 1000, wordt het gewoon interessant om je eigen behuizing, verpakking, componenten te hebben. En ook zaken te gaan uitbesteden. In het begin hebben wij niks uitbesteed. We wilden alles leren. Klantcontact leren, support leren, logistiek enzovoort. Want als je leert, wordt je product beter. Op het moment dat je kunt uitbesteden, weet je precies wat je moet uitbesteden. En we besteden nu logistiek en dat soort dingen allemaal uit. Maar we hebben ook hele lijsten met frequently asked questions, zodat mensen ons niet meer bellen. Wat doe je met data? Dat is natuurlijk een van de belangrijke dingen. Op het moment dat je live bent, komt ontzettend veel data uit die systemen. Voor de Tinker betekent dat we heel veel data hebben over wie zet welke lamp hoe vaak aan. Wat gebruikt hij voor een stroom enzovoort. Er is altijd de spanning tussen heel veel data en privacy natuurlijk. Een van de
unique selling points van de Tinka is dat de Tinka autonoom is. Hij heeft geen gebruik van een cloud nodig. Dus je kunt je Tinka thuis draaien en we zien niks. Maar we verzamelen wel data. En de meeste klanten zetten hem wel open, zodat wij erbij kunnen. We halen 2 keer per dag een rapportage op. En wat we daar in ieder geval... het eerste wat we daar hebben gedaan, is dat we die data gebruiken voor de ontwikkeling. We kijken gewoon op de Tinka hoe vaak wordt welke feature gebruikt. En als features niet worden gebruikt, gaan we ze uitzetten, gaan we ze verwijderen, hoeven we ze niet te ontwikkelen. En nieuwe features die we releasen, die heel populair zijn, zoals het gebruik van thermostaat, is de laatste jaar ontzettend populair geworden, gaan we daar veel meer tijd in steken. Wat we ook zien, want we beheren een netwerk, het KNX-netwerk. En jouw IoT-apparaat zal ook iets besturen, ergens mee koppelen intern. Wij zien dat er heel veel storingen zijn, niet aan de Tinka, maar in netwerken van klanten. En dat komt heel vaak door verkeerde configuratie enzovoort. En dat hebben we weer gebruikt om een nieuwe versie te ontwikkelen, waarbij we de klant kunnen helpen om storingen voor te zijn en misconfiguraties te vermijden. Die versie is vorige week uitgerold. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar op basis van wat we hebben gezien uit onze data en gesprekken met onze klanten, dat is natuurlijk ook heel veel data, is dat dat een van de belangrijkste items was van het laatste jaar, denk ik wel. Waar we nu verder mee bezig zijn, en dat is natuurlijk een logische stap, we hebben nu ontzettend veel Tinkas verkocht, is dat we nu inzicht hebben in het energieverbruik. Ik denk dat niemand van onze klanten weet, tenzij een van jullie nu klant is en meeluistert, is dat wij op de Tinkas energieverbruik opslaan. Gaat niet naar de cloud, blijft gewoon binnen je huis. Maar daar gaan we straks natuurlijk wel iets mee doen. Dan gaan we je helpen om je energieverbruik inzichtelijk te maken, te verminderen en ook het comfort te verhogen. En dat is iets wat voor het eind van het jaar op de rol staat. Maar de data hebben we al, dus we kunnen daar wat mee gaan doen. Lessons learned. Laatste is dat we hebben gezien dat IoT development kan met Scrum. Ik heb nog niet Scrum niet eerder genoemd, maar we hebben heel erg iteratief gewerkt. De eerste Tinka verkochten we na 3 maanden. En dat was echt wel een wereldrecord. We hadden Apple niet gevraagd om certificering, dus dat duurde nog even. Maar voordat we verkochten, hadden we ook al 6 weken daarvoor... mijn timer gaat... 6 weken voor de shop live gezet, dus dat ging heel goed. Andere wat we heel erg veel gebruiken is het beta-kanaal. Daardoor kunnen we blijven innoveren zonder grote marktintroducties te hoeven doen, zonder iedereen te moeten beloven dat het allemaal werkt, zonder al te veel gedoe. De stable is simpel, dat werkt meteen, maar beta werken we nog heel erg met onze klanten. Andere is, alles is te automatiseren. We hebben alles geautomatiseerd. Moet ook, want anders kan je niet met een team je focussen op het belangrijkste. Dus onze frequently asked questions, onze support, de betalingen, alle testen, het uitrollen, het beta-kanaal. Alles is geautomatiseerd. Druk op de knop, start live. En heel belangrijk, en daar kom je natuurlijk achter op het moment dat je succesvol begint te worden, is dat mensen gaan vragen, ik wil jouw product in mijn winkel hebben. Dus je moet ervoor zorgen dat je marge hebt. Gelukkig hadden wij die. Maar je moet iets kunnen weggeven om te kunnen verkopen. Dankjewel hiervoor. Dit was mijn deel. Ik geef het terug naar de studio in Hilversum. Of waar je ook zit, Richard. Ik zit op de Zuidas in Amsterdam. Studio niet echt, maar inderdaad op zich... wel op kantoor. Dankjewel Michael. Zeer, zeer uitvoerig verhaal. Heel gedetailleerd. Ik denk dat het heel educatief is voor heel veel mensen. Ik heb zeker 2 vragen naar aanleiding van je verhaal. Maar voor we aan de vragen toekomen, ik kan niet genoeg zeggen, stel in de chat of in de Q&A je vragen. Dan gaan we die straks beantwoorden. Maar voor we naar de vragen gaan, eerst Paul. Paul Hendricks, CEO van Studio Mango.
die nu zijn inleiding zal geven. En nou ja, Paul, aan jou het woord. Ga je gang. Dankjewel Richard en ook dankjewel Michael. En welkom allemaal natuurlijk. Leuk dat jullie er zijn voor dit webinar. Ik, zoals jullie zien, zeg maar, zit ik tussen de IoT-devices. Dit is voor diegenen die aanhaken waar het allemaal... Hè? Er zijn sommigen waarvan we gezien hebben, die weten er al best veel vanaf. En voor anderen is het best wel nieuw om eigenlijk je mee te nemen in het verhaal dat het al overal om je heen toegepast wordt. Hè? Van producten die je wellicht dagelijks gebruikt, waar je misschien nog niet het idee van had van, jeetje, dat is IoT. En als je om me heen kijkt, hè, wat zien we nu? We zien een Tesla. We zien zeg maar de Versa-tracker die je op zee en in de lucht je altijd laat weten waar je cargo of je koffer is. De Nest-thermostaat, de ringdeurbelbedrijven die binnen een aantal jaar miljarden waard zijn geworden. Gekocht door grote corporates zoals Google. Dus Nest is nu Google. De home automation, het werd al aangehaald door Michael. De Siri's van deze wereld en de Echo's en wat heb je allemaal wel niet. Philips Hue, een van de voorlopers die helemaal links in het hoekje staat. Ik moet trouwens melden dat de helft van deze projecten die om me heen staan, die zijn door ons gerealiseerd. En de andere helft, dat zijn casussen van de grootste IoT-projecten ter wereld bij consumenten die gewoon heel bekend zijn. We zien boven mijn hoofd een betonmortelmachine die op tijd zorgt dat de juiste betonmortel op de bouwplaats is. Just-in-time leveringen, want de bouw ligt nogal vaak stil omdat er niet op tijd geleverd wordt. De pelotonfiets waar je thuis met coaches en teamleden zeg maar, kunt trainen en een abonnement hebt naast het kopen van die mooie fiets. Een urinetrainer, dus een plaswekker, die ook bijhoudt hoe dat je zeg maar, ontwikkelt. Dus dat vooral voor ouderen en wat oudere kinderen die problemen hebben, zeg maar, dat onder controle te krijgen. En dan kun je inzichten mee krijgen. De vorige apparaten waren allemaal dom en trainings aanbieden. Nou, Michael heeft de nieuwe mooie Tinker die we samen hebben ontwikkeld niet laten zien. Maar ik heb hem lekker boven het hoekje al, zeg maar. Daar staat een sneak preview. Daaronder, het is goed, is vanavond in de call aanwezig, Locomogo. Speelgoed ecosysteem waar wat kinderen van basisprogrammeren helemaal tot C++ mee kan nemen. En dan kinderen elkaar straks opdrachten en challenges kunnen sturen. Super tof. Daaronder, daar kom ik zo verder op, Higo, een device dokter in je broekzak. En daaronder de Orbisk. En die laat ik zo ook verder zien. Dus even kijken. Dan gaan we door naar de screenshare. Als het goed is, zien jullie dit allemaal. Dus wie ben ik? Ik ben Paul Hendricks. Ik ben de oprichter en de CEO van Studio Mango. En Studio Mango is een ontwerpbureau. Wij hebben 18 medewerkers waarmee wij dagelijks industrieel ontwerpprojecten voor opdrachtgevers uitvoeren. En een heel groot deel van die opdrachten hebben tegenwoordig te maken met data, IoT, aansturen, slimme devices. Ik zal zeggen dat dik boven de 50% van de opdrachten die we doen, hebben daarvoor mee te maken. En heel vaak zitten wij ook heel vroeg aan tafel en helpen met onderzoek, problemen in kaart te brengen. En vertalen naar oplossingen. Ja, dat doen we niet alleen. Wij werken in een ecosysteem van bedrijven zoals Silverline. En elektronica ontwikkelaars, dat zijn zeg maar, de twee cruciale die ik toch wel wil aanstippen in dit verhaal. Hè. Dus het industriële, het mechanische, dingen waar je deuk in kunt slaan, dat is hetgeen wat wij doen. En dan heb je toch altijd software, applicaties, back-offices nodig. Hè. Dat zijn bedrijven zoals die van Michael Silverline die daar super goed in zijn. En de elektronica die de sensoren, de aansturingen en dergelijke doet, is ook een cruciaal aspect in het hele verhaal. Ik laat hier nu eigenlijk de toekomst van MedTech zien. Ik neem jullie mee in een klein filmpje en daarna leg ik uit wat wij in dit project gedaan hebben. Higo, an intelligent device that gets a diagnosis from a doctor in less than an hour without leaving the house. Cool, huh? With Higo's help, you can examine your child using an intelligent device with exchangeable modules. Higo's dedicated mobile app sends the results straight to a doctor for a specialist opinion, and you get the results back in less than an hour. Best of all, kids love it.
In 15 minutes, Laura gets a notification. Yes, her perfect morning is back on track. The hair, the makeup, the dress. Yes. Now, who's smart? Yeah, boom. Hygo, a doctor at your fingertips. To discover more, visit hygosense.com. Nou, Hygo, dus een device waarmee je thuis voor eigenlijk iedereen in huis, het filmpje focust op de kinderen, met 9 klinisch gevalideerde metingen, heel veel zaken al op iedere tijdstip van de dag gewoon kunt meten, de back-off sturen en de diagnostiek sturen. Ja, klinkt een beetje als de toekomst, maar als alles goed loopt gaat dit door verzekeringsmaatschappijen compleet in landen uitgerold worden. Omdat het voor de gebruikers natuurlijk fantastisch is. Je wordt ziek in de nacht wakker en je hebt binnen een paar minuten weet je wat er met jezelf of met kinderen aan de hand is. Of krijg je een doorverwijzing of je kunt medicijnen gaan afhalen. En het ontzorgt de zorg natuurlijk enorm. Dus dat is win-win-win. Nou, wij hebben hier in het mechanisch gedeelte compleet ontwikkeld. Het was echt een heel complex project waar we 9 klinische metingen in 1 device moesten zien te onderbrengen. Die individuele devices, wat je vaak is, stethoscopen en dergelijke, bij doktoren ziet. En het moest ook nog eens in een device wat betaalbaar was. Dus we hebben met een team van 4 mensen daar meer dan een jaar aan gewerkt. Nou, wat was in dat proces zeg maar heel belangrijk? Dat wij tijdens de ontwikkeling al echt focusten op de meest complexe onderdelen. Dus een aantal van die metingen waren relatief eenvoudig om te doen. Maar zoals jullie zien, de oormeting, die op ons plaatje te zien is, daar is een optomechanisch design met allemaal lenzen en hoge precisie voor nodig. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld echt op gefocust en iemand fulltime opgezet om daar aan te werken. En dat bleek ook wel nodig te zijn. En we hebben die individuele modules ook eerst als proefconcepts gemaakt en getest. Dus voordat je alles samen gaat duwen in 1 device, doen ze eerst eens onafhankelijk bewijzen, ook wat betreft de elektronica. En dan doorpakken. Nou, clinical trials en certificering is enorm complex voor een device zoals dit. En dat lag in handen grotendeels van de opdrachtgever. Maar die hadden gewoon iemand die daar fulltime mee bezig was. Iedere dag van de week. Om dat er doorheen te trekken. En kan ook voor enorme vertraging in je proces zorg dragen. En enorme kosten als je gewoon faalt. Want dan heb je gewoon terug te komen en zaken opnieuw uit te voeren met die notified bodies. En laboratoria. Nou, voor de user interface was het echt cruciaal om vanaf dag 1 te valideren en te werken met de artsen en de stakeholders, de ouders, de ouderen, dus de mensen die dagelijks dit device gaan gebruiken. En dat begint zoals we noemen met echt low fidelity prototypes, dus schuimmodellen en printouts van wat je denkt dat de user interface zou kunnen zijn. Voordat je ook maar iets gaat programmeren en kijken of men het begrijpt. En dat je ze ook door die stappen kunt meenemen. En over het verzamelen van de data. Daar was al bepaald door Hygo aan hun kant. Dat ja, het device wordt als een 2A-device in de markt gezet. Dat betekent, je doet metingen. Die gaan naar de back-office. En daar zit een getraind arts om de diagnose te doen. Wil je vervolgens dat automatiseren en software die diagnose laten doen, dan moet je je device naar 2B certificeren. En dat is echt een hele extra enorme complexe klus. En natuurlijk moet je voor die tijd al heel veel data verzameld hebben en algoritmes ontwikkelen. En voordat AI die diagnose ooit kan gaan doen, dan moet je het ook weer koppelen aan de dataset die van de artsen gekomen is. Nou, daar zie je hier ook de user flow en uiteindelijk voorbeelden van hoe dat op het scherm getoverd wordt voor de gebruikers. Zodat diegenen die voor het eerst een otoscopende oormeting moeten doen bijvoorbeeld. Ja, als je dat nooit gedaan hebt, dan is het handig dat je ook in het proces in de hand genomen wordt. Want als dat niet goed is, dan slaagt zo'n ontwikkeling voor simpelweg niet. Ja, wat ook heel erg van belang was, eigenlijk voor corona, net voor corona was het besluit hier al genomen om de productie in Europa te doen. Maar er zijn ontzettend veel mallen en toolings voor dit verhaal nodig. En onderschat niet dat dit is een product waar komen honderden componenten komen daar samen van veel verschillende leveranciers. Nou, wij waren verantwoordelijk dan vooral voor de kunststoffen, de metaaldelen. En dan nog niet eens de elektronica, dat is helemaal complex. Iedereen die hoort al van de chipsets die niet te verkrijgen zijn.
Maar voor een device zoals dit, het duurt gewoon een jaar voordat al je mallen gereed zijn en dat die productie op orde is. En in de coronatijden eigenlijk alleen nog maar langer. En wat je altijd moet meenemen, er zijn dus tientallen mallen voor nodig om zo'n product te produceren. Gaat er eentje fout of gaat die de mist in, dan heb je gewoon simpelweg geen device. Dus je hebt er rekening mee te houden dat dit echt een lang traject is als je dat helemaal voor je device moet uitvoeren. De tweede casus die ik erbij pak en de learnings eruit is Orbisk. There's over 10,000 kilos going to waste every year in one single restaurant. The original idea started when I was on a holiday. We came to the breakfast buffet and were the last guests there. And I saw this buffet with all the pristine foods and all of that was going to waste. That's when I saw a disaster happening, but also saw the opportunity to help people reduce that waste. By means of image recognition technology, we recognize what sort of ingredients go to waste and quantify how much of that is going to waste so that a chef can see, for instance on a Tuesday, how he did last Tuesdays and what he should be doing better today in order to prevent the food waste from happening again. Dus Orbisk, zelfs in coronatijd een hele succesvolle start-up uit Nederland. We hebben voor hun ook de hardware ontwikkeld en binnen 6 maanden gezorgd dat zij konden doorschalen. Nou, daar was een keuze gemaakt om de behuizing van hun eerste serie van 50-100 stuks van metaal te gaan maken. Is dat ideaal? Nee, dat is het niet. Hè? Maar goed, je hebt dan geen mallen nodig en dat kun je snel lokaal produceren. Dan heb je in een kwestie van weken heb je gewoon je behuizing. De keuze aan de kant van de opdrachtgever was dat ze voor de elektronica nog geen eigen elektronica ging ontwikkelen. Maar wat Michael ook aangaf, ze hebben met Arduino gewerkt. Zie dat als een micro-pc'tje die relatief snel te programmeren is. En waar je gewoon veel mee kunt. Het is voor veel producten te duur als je ermee wilt gaan schalen. Maar voor hun was het ook de doelstelling om snel naar de markt te kunnen en zaken te gaan valideren. En dus ook echt met die horeca-medewerkers samenwerken voor de UI en de UX. Hè. En wat willen ze zien en wat is in het proces belangrijk? Dat het niet als een last ervaren wordt, maar dat ook diegenen die debrasseren en die chefs die het voedsel weggooien, ook die stap nemen. Hè. Want als je het niet goed registreert, dan kun je ook helemaal niks mee met die data. Hè. Ja, dit is een 100% data-gedreven project. Nou ja, aan de achterkant zat dus het team van Orbisk. Die zaten daar ook al vanaf de eerste opdrachtgevers, plekken waar het stond, data te verzamelen. En iedere afbeelding individueel te labelen en datasets te creëren. Het wordt verteld als een artificial intelligence product, maar het is een human intelligence product. Want er zitten gewoon nog mensen daar al die producten, al die foto's te bekijken en te labelen. Er zijn dopetjes en spruitjes, wat is het allemaal? Maar voor de opdrachtgevers voelt het wel als een product, want je krijgt je dashboard met je informatie en daar kun je gewoon op acteren. En die artificial intelligence op de achtergrond ontwikkelen, dat is de belofte, dat kost gewoon heel veel tijd. Maar ze hebben inmiddels wel gevalideerd dat het gewoon echt aanslaat in de markt en ook het businessmodel. Voor hoeveel geld kun je dit ding maandelijks in de markt zetten? Dit is dan het stukje zeg maar, waar ik op in wil gaan wat betreft de data. En wat ik echt heel interessant vind, is dat 100 jaar geleden namen innovatieve bedrijven vice presidents voor elektriciteit aan om een strategie te ontwikkelen wat er allemaal mogelijk was met dat nieuwe fenomeen. En voorlopers van nu, die hebben eenzelfde soort functie gecreëerd voor data en AI. En hier heb je de Maslow's piramide van, ik zit vaak aan tafel met die bedrijven die daarmee bezig zijn. Om te horen van ja, wat gaan ze allemaal doen hè, met dat product wat wij ontwikkelen. Want veel van die producten zijn wel simpelweg niet nodig als je niks hoeft aan te sturen en geen data wilt gaan verzamelen. En dus die AI en Big Data is echt niet alleen voor grote organisaties. Hè. Het is zo dat veel bedrijven, ook kleine bedrijven, daar wat mee kunnen. Alleen ze vinden het moeilijk om een business case er rondomheen te verzinnen. Een mooi instrument om te gebruiken is als je denkt van ik wil daar iets mee. Dat is een brainstorm techniek, machine learning canvas. Die kun je echt inzetten om met je stakeholders vanuit je bedrijf en je klanten al in 1 of 2 dagen gewoon tot proposities te komen.
En probeer dat te koppelen aan je KPI's. En om een voorbeeld te geven, Picnic is echt een AI-first organization. Die hebben maar liefst 200 man die op AI werkt, iedere dag. En zij doen bijvoorbeeld met AI de routes iedere 24 uur vanuit de busjes optimaliseren met GPS. Dus even een voorbeeld van hoe dat voor hun supergoed werkt. En ja, vooral ook gewoon klein beginnen. Hè. Niet te groot, de dingen niet opblazen. Als je dan kijkt naar de eerste stap, nou, hè, wat is dan belangrijk vanuit de productontwikkeling? Vertrek vanuit je probleemstelling. En welke data die waardevolle inzichten kan geven. Hè. En probeer de mogelijkheden te zoeken om data te verrijken. Hè. Dus dat is bijvoorbeeld, je maakt een meting, maar je kunt daarmee ook heel simpel vaststellen hoe laat werd die meting en waar werd die gedaan. Je kunt ook beginnen met data die er al is. Maar besef je in ieder geval dat het verzamelen van data echt een tijdrovende klus is. En dat als mensen daar betrokken moeten zijn, dat je storytelling moet doen. Dat mensen ook weten waarom het gedaan wordt. Denk aan de zorgmedewerkers die allemaal dingen moeten noteren. En die dat als een enorme registratielast ervaren. Omdat ze gewoon niet betrokken zijn bij wat er gebeurt. Dus nou, als je een feedback loop introduceert en die mensen dan ook laat zien wat ermee gebeurt. Dan is dat van belang. Nou, bij Higo zie je hier ook. Die zullen jarenlang data verzamelen voordat ze ooit meer aan die AI gaan beginnen. Maar data opslaan. Ja, dus ook bij die ontwikkeling van devices moet je dus kijken van je hebt heel veel data te verzamelen als je AI jouw promise is. En die gaat naar een back-office. Maar ja, hoe ga je dat doen? Hè? Met welke draadloze connectiviteit? Wifi, Bluetooth, LoRa, GPS, GNSS, GPS, Zigbee, RF, infrarood. Om er even een paar te noemen. Kijk vooral in ontwikkelingen naar wat is de intensiteit van de data, hoe vaak, hoeveel, locatie van devices, energieverbruik en wat mag het verzenden van die data kosten. En dan kun je dat gewoon meenemen in de ontwikkeling van je device. Ook hier weer, Higo, zie je dat aan de achterkant wordt die data verzameld, maar ook gekoppeld weer aan wat de diagnoses zijn geweest. En de uitkomsten vervolgens ook weer bij de patiënten. Opschonen van de data is ook belangrijk. Je verzamelt veel data. Een heel simpel voorbeeld hier is weer, dit is mensenwerk. Kijk bij Orbisk, die data wordt nu, die foto's die worden echt handmatig door mensen gelabeld. Dat ligt op het bord. Maar zijn het boontjes, bonen, spersiebonen, groene bonen, haricots. Dus je moet zorgen dat je datasets gewoon netjes zijn, want dan kun je daar gewoon veel betere zaken mee doen. Het opeenhoping en labelen van de data, dus dat is wat ik net al aanhaalde, echt ja, handmatig werk. En dat is superveel werk. Dat kun je zelf doen, maar er zijn ook bedrijven voor die data labeling aanbieden. Google het maar en dan zie je er heel veel die dit soort zaken voor je ook met handen kunnen nemen. Dus aangeven wat voor broodje is dit en hier ligt komkommer. Dat is wat hier dus gebeurt. En eens even kijken. Als je dan vervolgens die datasets in crunching hebt gedaan, dan kun je dat gaan trainen en optimaliseren. En de hoeveelheid data die je moet verzamelen om die eerste stappen te gaan zetten, hangt natuurlijk heel erg af van de complexiteit en het aantal variabelen van wat je wilt gaan beantwoorden. Maar 5000 tot 10.000 meetpunten is toch wel een beginpunt. En dat datacrunchje kun je uitbesteden aan servers. Dus heb ik veel modules beschikbaar, zoals gezichtsherkenning of handschrift of spraak, hoef je allemaal niet zelf te ontwikkelen. En zorgen dat data vers blijft. En wat heel belangrijk is, is ook weer die validaties. Hier zie je de Avitec-camera, waar wij grote delen van de ontwikkeling voor gedaan hebben. Die herkent nummerborden, auto's, fietsers, of het mensen zijn, type auto's. Nou, die hebben na dat labelen, hebben ze een camera bij hun kantoor opgehangen op een heel druk kruispunt. En er zat gewoon effectief iemand naast om na 80% van al die validaties gewoon dat systeem te corrigeren. En er werd een afbeelding gemaakt naar dit type auto, dit is een fiets, dit is een brommer. En dan gewoon daarnaast weer corrigeren en het zo te laten leren in het systeem. Nou. En de laatste slide daarin dan, dat is dan Deep Big Promise, AI en Deep Learning. Ja, wat vooral van belang is, wat voor mensen heb je nou nodig om dat te ontwikkelen? Dat is echt datawetenschappers, analisten, software engineers die in Python of Swift of in Caffe kunnen werken, onder andere een UI, UX expertise en een compliance officer. Dat zijn toch wel de zaken van belang. En ja, proberen ook snel beta versies te lanceren, testen, fouten maken, leren, verbeteren. En met hardware, wat wij in principe doen, is het heel lastig om natuurlijk updates te doen. Dat is het fijne van software, dat is soft en dan kun je ook
relatief eenvoudig weer updates de lucht in slingeren. En dat brengt ons tot het einde van mijn presentatie in ieder geval. Dankjewel, Paul. Wat een inspirerend verhaal. En aan de ene kant ontzettend indrukwekkend. Inspirerend, maar ook dat je denkt, wat komt er heel veel bij kijken? Wat een enorm aantal facetten aan zo'n ontwikkelingstraject. Heren, we hebben een aantal vragen binnengekregen via de verschillende kanalen. Ik kan iedereen oproepen om nog steeds vooral vragen te stellen via de verschillende kanalen, de Q&A of de chat. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Een van de vragen die binnenkwam, dat was misschien wel even goed om daarmee te beginnen, Michael, is, want jij haalde dat aan, hè, dat het belangrijk was om dingen te doen met het beta-kanaal. En iemand vraagt, wat verstaan jullie precies onder een beta-kanaal? We hebben natuurlijk altijd het doel om dingen, alle features aan iedereen beschikbaar te maken. Mm-hmm. En dat zijn de features die heel goed doorgedacht zijn en die voor iedereen waarde opleveren. Maar om dat uit te vinden, gaan we via het beta-kanaal. En we hebben een aantal, of eigenlijk alle gebruikers uitgenodigd om op dat beta-kanaal deel te nemen. Dat betekent dat ze gewoon zelf in het product kunnen zeggen, ik wil op het beta-kanaal. En daar zijn experimentele features beschikbaar. Bijvoorbeeld, als we iets nieuws uitrollen, zoals nu heeft Apple, je kan de kleurtemperatuur van je verlichting in huis automatisch met het daglicht laten meelopen. Dus 's avonds krijg je gele licht, zachter licht. Dat is een feature, daar zijn we nog mee bezig. We weten niet hoeveel mensen dat überhaupt hebben, of ze het op prijs stellen. Het is een beetje te wit misschien. Het is misschien, nou, dat lanceren we op het beta-kanaal. Dat zijn ook mensen, klanten. In ons geval is het ongeveer 10% van de populatie, dus best wel veel, die daar dan meewerken. En die nodigen ook uit om dat te doen. En daardoor heb je hele loyale mensen die het ook helemaal niet erg vinden als ze dan s'avonds een keer het licht er een beetje te blauw is, of dat het niet werkt, of dat de kleurenlampen groen meekleuren. Dus niet dat we het niet testen, maar je weet toch nooit wat. En je hebt altijd met hardware te maken, ook in huizen. Je hebt altijd een meetomgeving nodig die je niet onder controle hebt. En dat doen we op het beta-kanaal. We hebben nog een ander kanaal, dat noemen we het Canary-kanaal. Dat zijn beta-mensen die we echt heel goed kennen en die dichtbij ons kantoor wonen. Zo'n Canary-pietje zoals je die in de mijn loslaat om te kijken, is er geen gas. Dus zo laten we af en toe een heel experimenteel ding los op een paar mensen. En dat is 10% van 10%. Maar dat helpt ons ontzettend om snel te kunnen uitrollen. Zonder alle apparatuur zelf te moeten kopen die mensen naar huis hebben. Oké, dankjewel. Dankjewel. Paul, een vraag ook uit het publiek. De kosten bij die ontwikkeling. Vooral dat, ja, die productiedingen. Jullie maken ook echt dingen. En je moet ook proeven maken en zo. Kun je iets vertellen over wat de grootste kostenposten zijn in dat traject? Ja, kijk, het is heel afhankelijk van het type product wat je ontwikkelt. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Tinka, dat is relatief kleine mallen en behuizing. Daar is dat nog te overzien. Kijk, natuurlijk wat de een heel duur vindt, dat vindt de andere reuze meevallen. In percentage, is het maken van die mallen een dure onderdeel van het totale kostenproces? Of hoger? Ja, zeker. Zeker. Dat is een grote stap. Mm-hmm. En je wilt natuurlijk ook je product van tevoren goed valideren middels prototypes en testen. Voordat je dergelijke mallen gaat openen. En je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten mallen voor verschillende soorten materialen en toepassingen. En sommige daarvan zijn relatief betaalbaar en andere die kosten een godsvermogen. En dat is altijd een risico en een stap waar je overheen moet. Hè? Dus certificering kan ook een heel grote kostenpost zijn. En die minimum order quantity, ook afhankelijk van het type product wat je ontwikkelt.
mm-hmm. kan dat echt richting de tienduizenden stuks lopen voordat je fabrikanten hebt die zeggen van we hebben hier interesse in. Hè, die dan met je willen partneren om te gaan produceren, ja. Ja, als je, ja, de meeste opdrachtgevers hebben zelf eenmaal geen fabriek meer tegenwoordig. Nee. Ja. Even terug op die mal. Als die mal niet goed is, waar liggen de kosten dan? Kijk, de mal niet goed is, zeg maar. Dat kan natuurlijk verschillende redenen kan dat hebben. Laat ik ten eerste altijd vooropstellen dat goedkoop heel vaak duurkoop is. Als mensen op Alibaba gaan zoeken, dan vind je altijd iemand die het goedkoper kan. Simpel. Maar vaak zijn dat dan ook, zeg maar, ik zeg altijd maar zo, er is heel veel brandhout in de markt. En dan betaal je later daar de prijs voor. En dan pakken ze bijvoorbeeld ook gewoon de telefoonnummer op. Dus het begint gewoon met de juiste partners vinden. Ja. En in het proces je product valideren middels prototypes voordat je deze grote stap neemt. En dan is er, als wij al als bureau ervaren, dat we hebben vaste partners. Mm-hmm. Dan weten we daarmee komt het goed. Maar soms moeten we ook met nieuwe bedrijven samenwerken. Dan wil je al zien dat het DFM-proces, dat is het proces wat je met zo'n fabrikant ingaat om de mal daadwerkelijk te ontwerpen en de flow-analyse en dergelijke te doen. Als die stap overgeslagen wordt of het gaat niet goed, dan trekken wij aan de alarmbel, want dat is super cruciaal. Ja, oké. Okay. Ja, helder. Michael, een vraag voor jou, ook uit het publiek. Dan gaan we toch even terug naar die softwareontwikkeling. Je bent in je inleiding echt ingegaan ook op het belang en de kwalificaties aan beveiliging van de device. Kun je iets vertellen over het belang van de beveiliging van de eigen organisatie? En dan heb ik het natuurlijk over client data, maar ook over het design en de core software. Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Je kan device beveiligen. De device praat met de cloud en de cloud praat met het device. Maar het bedrijf, Silverline, heeft weer connectie met de cloud. Dus als wij de achterdeur laten openstaan, dan heb je natuurlijk ook problemen. Dus het is ontzettend belangrijk. En we hebben security experts in dienst. Ons eigen netwerk beveiligen en de beveiliging op orde houden. Dus we hebben dezelfde eisen aan ons eigen netwerk als aan de devices. Bij Silverline zijn alle servers staan, bijna alle servers denk ik, bij Amazon. Een aantal nog bij Google, voor Google Home Automation. En we hebben dus heel weinig op kantoor. Behalve toegang tot die cloud. En we hebben een VPN-verbinding naar ons kantoor. En alles wat we doen, en dat is belangrijk, is gescript. Dus je kan een probleem hebben. Mm-hmm. En je zou kunnen zeggen, iedereen zal wel een keer aan de beurt zijn. Maar het gaat natuurlijk ook om hoe snel kun je het herstellen. En omdat wij al onze configuraties van al onze servers in scripts hebben gemaakt, die ook weer veilig zijn opgeslagen, zijn wij, als het gebeurt, en het is nog nooit gebeurd, ook niet met de Tinka, in staat om binnen no time weer alles te verplaatsen van Amazon Frankfurt naar Ierland en het weer up and running te hebben. Ja, en daar heb je dus eigenlijk over dat proces heb je al nagedacht, in case. Ja, dat moet. Ja, dat moet. Ieder bedrijf moet dat, zeker als je veel intellectueel eigendom hebt. Moet je nadenken over waar dat moet staan. Je moet ook voor in je algemene voorwaarden en voor de AGV enzovoort, moet je mensen beloven dat je niet dingen op een server in Albanië parkeert. Of Libië of iets anders. En ook niet op Amerikaans grondgebied voor veel van onze klanten. Ja. 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 Paul, wat ook een rol speelt, en daar komen ook zeg maar, vragen van binnen, is certificering. Jij als studio met jouw team, in hoeverre je bent betrokken met meerdere soorten producten en projecten, maar in hoeverre borg je en bouw je vanaf het begin certificeren in je traject? Of doe je dat helemaal niet en ga je er pas aan het eind eens naar kijken? Kun je daar iets over vertellen? Voor projecten waarvan wij weten dat we tot het eind betrokken moeten zijn. Sommige van onze opdrachtgevers die schakelen ons alleen in voor een mooi design. Dan is dat overbodig, maar dan bespreek ik uiteraard wel wat het risico daarvan kan zijn.
Mm-hmm. Je vindt het wel. Wij, ja. Ja, ja. En dat zij er dan voor verantwoordelijk zijn. Dus kijk, van tevoren stemmen we natuurlijk met de opdrachtgevers af van wie wat doet. Ik haalde bij het Hero Device al aan dat zij de werkzaamheden voor de daadwerkelijke certificering uit gingen voeren. Maar wat wij in ons proces ingebakken hebben, is dat wij kijken van oké, waar wordt een device vermarkt en in de markt gezet? En wat zijn daar dan de wet en regelgevingen en normeringen die daarvoor gelden? Mm-hmm. Vaak heeft Amerika net een iets andere wet en regelgeving dan Europa. En als je in beide bijvoorbeeld een product in de markt wil zetten, dan heb je met beide te maken. En dat kan een enorme waslijst aan certificeringen en normeringen en wet en regelgeving zijn. Met allerlei testprotocollen. En het is hoe eigenlijk de vuistregel is hoe gevaarlijker een product wordt. Dus een auto, kun je daarin sterven als het fout gaat? Ja. Een koffiekopje, lastig. Dus hoe gevaarlijker een product wordt, ook met een device, hoe meer normering je moet met regelen rekening houden. Dus wij bestuderen die uitvoerig in het proces en halen alle relevante punten voor design input daaruit. En voor de elektronica, bijvoorbeeld, zeg maar, zijn het dan vaak de elektronicontwikkelaars waar wij mee samenwerken. En dan wordt dat in het programma van eisen gezet. Veel elektronicontwikkelaars gebruiken er onder andere Jira voor. Wij hebben onze eigen systemen daar weer voor. En dan moet je zorg dragen tijdens je proces dat je eigenlijk overal een vinkje achter kunt zetten. En een technical file oplevert als documentatie die dan naar de notified body gaat die dergelijke producten test. Dus notified bodies, een TÜV, een DECRA, een SGS. En ze doen allemaal weer net andere type producten certificeren. Maar dat betekent dat het voor jou en je team certificering een integraal onderdeel is van eigenlijk het traject wat je met die cliënt ingaat. En als het heel complex wordt, dat heb je soms met samengestelde producten en nieuwe dingen, dan hebben wij weer partnerbedrijven die daar op ingeschakeld worden, die ook legal en dergelijke, helemaal daarin onderlegd zijn. Ja. Hoe is dat bij jullie, Michael? Want ook aan jullie kant zal certificering een rol spelen. Ja, het is ontzettend groot. We hebben Apple-certificering, CE-certificering, Z-Wave-certificering, dus radio-certificering, Google, Amazon, allemaal gedaan. Mm-hmm. Dat is ontzettend veel tijd. Was het waard? Het is een noodzakelijk kwaad voor een groot gedeelte. Wil je professioneel kopen, moet er gewoon een stempel op. Duitse villa-eigenaars willen gewoon niet iets kopen wat niet gecertificeerd is. Dus dat is het zeker waard. Okay. Het is super frustrerend. Je moet 12 jaar op yoga om het allemaal weer goed te krijgen. Want het is heel veel werk. Maar wat wij doen, we integreren het helemaal in het proces. We doen het eigenlijk als eerste. We submitten gewoon eerst al het papierwerk en een prototype. Die wordt gegarandeerd afgekeurd. Maar daar leer je ontzettend veel van. En dat doen we eigenlijk altijd als subline. Ook voor apps die in de App Store. Eerst maar eens even submitten. Want dan krijg je toch een soort van onbezoldigde feedback. En tot een bepaald bedrag mag je gewoon een aantal pogingen doen. Die certificeringen zijn niet altijd gratis. Amazon en Google wel, die zijn relatief makkelijk. Apple is heel moeilijk. Z-Wave is radio, is ook heel uitgebreid. Ja. Doe het niet aan het eind. Denk niet van, we maken eerst product en dan dienen we het in. Want je zult substantiële delen over moeten doen en terug naar de tekentafel. Dus doe het in het begin. Laat het liever afkeuren terwijl je niks hebt. Zodat je de specs krijgt. Heel veel specs staan op papier. Maar de testlab krijg je veel meer details. Ja, oké. En ook bij jullie dus. Maakt dat een integraal onderdeel uit van het traject. Om tegen de tijd dat je to market kan gaan. Dat je dat ook voldoende hebt geborgd. Ja. Ja. We houden ons er niet van om af en toe via het beta kanaal. Toch even de markt eerst te testen. Want de certificering is te duur om af te wachten. Ja. Maar de bewustwording, jouw team zal niet beginnen aan iets zonder daar al dat op het agenda te hebben. Ja. Nee. Ja. Paul, stel dat je iemand zou moeten adviseren om zo'n traject te versnellen. Zo'n Internet of Things device. Wat is je absolute tip om het proces sneller te doen gaan? Want iedereen wil natuurlijk alles gisteren af. Maar wat is een echt een... dat je zegt, daarmee maak je zo'n project echt... geef je zo'n project echt vaart. Ja. Is ook weer wederom ontzettend afhankelijk van het type ontwikkeling die je doet.
Want kijk bijvoorbeeld naar dat HIGO Medical Device. Ja, zonder die certificering op het eindproduct. Want je moet het eindproduct uit de mallen uiteindelijk als laatste indienen. En die is geproduceerd van biocompatibel kunststof. En dat is gecertificeerd kunststof dat die altijd tegen de huid aan mag komen. Dan kun je niet meer 3D-prints doen. En die mallen die duren knijterlang. Dus daar kan ik wel heel veel adviezen geven over hoe het allemaal te versnellen. Maar dat gaat voor dat project niet op. Maar ik vind Orbisk een hele mooie. Die zijn heel snel naar de markt gegaan met een metalen behuizing zonder mallen, met Arduino's erin. En er zaten aan de achterkant gewoon mensen. Ze beloofden artificial intelligence in hun communicatie naar buiten toe. Maar er zaten gewoon poppetjes, die zaten gewoon het allemaal in te kleuren en te doen. En die database voor de gebruikers te vullen. En die kregen een mooi overzicht. En sommige van die grote hotelketens, die reduceerden al heel snel 70% minder afval. Dus, en dat is binnen een half jaar is dat gewoon opgezet. Ja, en, of die data, of data dus zeg maar fully automated wordt gegenereerd, of inderdaad gewoon vinkjes zetten. Ook hier geldt weer, net als de beta-kanaal van Michael, hoe snel je in de markt al echt maar real experience data uit je project kan trekken, hoe beter je in staat bent om eigenlijk snelheid te maken en goed op spoor te blijven, begrijp ik. Klopt, ja. En ze hebben die certificering ook voor die eerste inderdaad beta-systemen, dat is een goede bewoording, 50 tot 100 die in de markt gevalideerd en getest worden, zelfs in coronatijd nog gelukt. Mm-hmm. Certificering nog overgeslagen, omdat ze wisten van oké, het is een kleine badge en we gaan dit nog, er komt een versie 2.0 die opgeschaald gaat worden. En die gaan we wel dat traject doortrekken. Maar het heeft geen zin om dat met een halfbakken product, even simpel gezegd, te gaan doen. Want dan moet je straks weer helemaal overnieuw gaan doen. Dat kost bakken met geld en tijd. Ja. Michael? Ja, dat moet je echt niet doen. Hè. Heel veel mensen denken dat een prototype iets met duct tape aan elkaar... Nee, niet doen. Want stel nou dat je succesvol bent, want dat wil je natuurlijk, dan moet je kunnen doorpakken. Je wil ook echte feedback van je klanten. Dus die prototypes en de beta waar we het over hebben... Leuk voor het lab, maar niet erbuiten. Nee, andersom. Die zijn productiewaardig. Die zijn... De duct tape variant bedoel ik. Nee, die moet je niet doen. Dat is alleen maar zonde van je tijd. Daar heb je helemaal niks aan. Dit is een gouden tip. Wil je gebruiken om echte klanten echte feedback te geven. Echte klanten, echte feedback. Niet allemaal. Ja. Michael, we gaan langzaam afronden. We zouden tenslotte ook tot 12 uur doorgaan. Ja. Nog even terug op lessons learned. Wat is, wat jij zegt, dat wordt eigenlijk altijd onderschat. Wat is iets wat je tegenkomt en je zegt, mensen zien dat over het hoofd? Ja, er zijn heel veel dingen. Nu zit er in mijn hoofd certificering, omdat iemand er net naar vroeg. Dat kan je zeker onderschatten. Apple certificering is ontzettend... je denkt misschien dat Apple is een hip bedrijf wat lekker snel schakelt. Nou... De Belastingdienst is nog sneller misschien, met excuses als iemand van de Belastingdienst ingelogd is. Maar heel erg... Of een compliment, sneller dan Apple. Jaren, hè? Ja. We hebben het echt over jaren. Onderschat wordt ook natuurlijk het feit dat de ontwikkeling van de software zo duur kan zijn. Dus nogmaals, het weglaten, een Exciter bouwen, klanten aan je binden is zo belangrijk. En zeker in de IoT, er zijn zoveel nerds en techneuten die zeggen, ik heb hier een database, ik heb hier een dingetje. Voor je het weet heb je zo'n draak van een ding die niemand snapt en die 4 keer de lancering is uitgesteld. Ja. Dat lijkt me een heel groot risico. Paul, ook voor jou nog, we krijgen nog een vraag uit het publiek. Sensoren. Er worden veel sensoren toegepast. Worden die altijd door jullie als studio geselecteerd en bepaald? Of zijn er derde partijen die je bij betrekt? Of heeft de klant dat al bepaald? Hoe zitten jullie daar in de wedstrijd? Samenwerking. Wij weten heel veel van sensoren. Maar we zijn geen specialisten daarin. Mm-hmm. Dus het zijn vaak de elektronica, de printplaatontwikkelaars... die daar de voortrekkende rol in hebben. Soms zijn het onze opdrachtgevers. Hè? Die hebben dan die skills in-house. Maar heel vaak haakt er ook een derde partij daarvoor aan. Of vanuit ons netwerk of de opdrachtgever.
Maar dan hebben wij wel samen natuurlijk heel goed met die partijen te kijken. Die sensoren, die hebben bepaalde afmetingen, die moeten op een bepaalde manier geplaatst worden, georiënteerd worden. Zijn ze waterdicht of niet? Kunnen ze tegen dit soort temperaturen of dat soort temperaturen? En dat is dan een samenwerking daarin. Wat bijvoorbeeld bij Orbisk ook een goede is om daar dan in mee te nemen. Dat die sensoren die erin geplaatst worden, hebben zorg gedragen, dat die ook replaceable zijn. Dus wat betekent dat? Je bent eigenlijk een klein Mickey Mouse bedrijfje. En je wilt die sensoren die veranderen iedere paar jaar. Dan komen er nieuwe op de markt. En stel je voor dat die nieuwe, die past niet in je mal of in je behuizing. Ja, ga je dan je mal of je behuizing aanpassen? En misschien moet je ook de boel helemaal herprogrammeren. Dus je moet dat ook vaak flexibel inrichten. Dus ook in de nieuwe versie zal het zo zijn dat er een soort van metalen bracket komt, waar veel van die componenten op gemonteerd worden. Komt er een nieuwe versie van de camera of de weight bar sensor van die grote leveranciers? Dan kunnen we snel schakelen om die bevestigingspuntjes te veranderen, de space claim wat te veranderen. En dan kun je weer door. Oké, dankjewel. Ja. Michael als eerste, die begon ook met zijn presentatie. Want we zouden tegen 12 ophouden, maar er waren nog wat vragen. Maar Michael, nog een laatste woord aan de kijkers. Het is een fantastisch avontuur. Ik ben natuurlijk een softwareontwikkelaar en in die hardware, product, behuizing wereld gestapt. Het is echt de moeite waard, want er gebeurt heel veel. Ik zou wel zeggen, vraag hulp en zorg ervoor dat met Studio Mango en Zilverline je even een vlucht vooruit neemt, want die lessons learned, die heb ik nu een uur samen met Paul met jullie gedeeld, maar ik denk dat we er een boek over kunnen schrijven, maar daar hebben we geen tijd voor, want we zijn bezig met product development. Dus. Ja, nou, dat is een mooie stopwoord. Ik wens iedereen een heel goed weekend alvast natuurlijk. Ja, oké. Paul, jij nog een laatste gouden tip? Ik heb ook geprobeerd met mijn presentatie mensen inzicht te geven in hoe wijdverbreid het is. En ik krijg bijna dagelijks nieuwe aanvragen voor die met IoT te maken hebben. Het gros, ik heb niet de waarheid in pacht, maar het gros echt onzin. Maar er zitten ook iedere week of iedere maand weer proposities bij waarvan ik denk van wauw, dit is echt een gamechanger in de industrie. En wij zijn altijd bereid om als gedachtes bij een bedrijf of bij iemand leven dat je er iets mee wilt, om gewoon aan de voorkant even te sparren van in onze ervaringen te delen. En dat kan natuurlijk gewoon heel vrijblijvend. Fantastisch. Heren, Michael, Paul, Zilverline, Studio Mango, ontzettend bedankt voor deze buitengewoon inspirerend uur. Ik wens alle kijkers namens Zilverline en Mango als gastheren een heel prettig weekend. Mijn naam is Richard Neven en hopelijk tot een ander moment in een volgende gelegenheid. Tot ziens. Tot ziens.